In het volgende item wordt een update gebracht van mevrouw Helena Peijder, waar wij ons over bekommeren. De directeur van Evert 12, Louis Vismalen, ligt het volgende toe. Mevrouw Peijder, we zijn wederom bij u om u een levensmiddelpakket te overhandigen namens minister Hoefdraad. Oh, nog bedankt. Ja, nog bedankt. Ik ben blij dat hij het voor me heeft gestuurd. Ja, ik vraag als iemand me kan ondersteunen om mijn kies uit te trekken, want het doet me vreselijk pijn. Ik kan s'avonds niet slapen. Vanmorgen ben ik opgestaan, maar ik ben me niet zo lekker. Oké, u moet een kies uittrekken, begrijp ik van u nu. Dat hoor ik ook nu pas. Waar kunt u dat doen? Op Lelydorp kan ik het wel doen, maar het kost 250 SRD. Oké, u kunt naar daar gaan. Ik ga dat voor u betalen. Ze kunnen me bellen, dan kan ik dat geld betalen, hoor. Ja, ik ga. U mag vandaag nu zelf gaan, hoor. Ja, ik ga gaan, ja. Maar dan moet ik een taxi zoeken om naar daar te gaan. Ja. We zullen dat ook regelen en dan kunt u kies gaan uittrekken, hoor. Ja, meneer Vismalen. Ja, nog bedankt en hartelijk bedankt. Ter ondersteuning naar mevrouw Peijder zouden wij de kosten voor het uittrekken van haar kies betalen. Een lieve mevrouw, mevrouw Takodin, heeft ons benaderd om de kosten te betalen. En we stellen een enorme prijs dat mevrouw Takodin de kosten betaalt. Maar mevrouw Peijder mag woensdag haar kies gaan uittrekken. Dus hopen we dat ze een paar dagen nog even volhoudt en de afspraak is gemaakt voor woensdag en we kunnen niet anders dan wachten op woensdag om haar te brengen van Para naar de stad om de kies uit te trekken.